Jos Burgers, veel gevraagd spreker en auteur van vele boeken over klantgerichtheid. Zojuist een zeer inspirerende presentatie gehouden op dit Terras 2.0 event. Welke tip heeft u voor ondernemers om meer rendement te halen uit hun terras? Voor ik met de tips begin, of het zeer inspirerend was, mogen natuurlijk de gasten in de zaal zelf bepalen uiteraard. Hè? Want zo werkt het. De gast, de klant die bepaalt of iets goed is of niet, niet ik. De tips voor ondernemers. Het gaat om één ding en dat is zeer tevreden gasten. Wat is een zeer tevreden gast? Dat is een gast die terugkomt bij je. Die niet nadenkt over alternatieve andere terrassen die bij jou terugkomt. Nou, dan zijn er een paar dingen natuurlijk die je moet realiseren. Op de eerste plaats, het kan zo zijn dat mensen, gasten, niet terugkomen terwijl je daar geen erg in hebt. Nou, dat is ongeveer het ergste wat er natuurlijk kan gebeuren. Dus dat betekent, mensen zijn niet tevreden, hebben een klacht, vertellen dat alleen niet en vervolgens blijven ze weg. Dus dat betekent dat we veel meer voeling moeten houden met de gasten die we nu hebben. Vraag dus niet, heeft het u gesmaakt? Maar vraag, bent u tevreden over wat u besteld heeft en wat u gegeten heeft? Of wat vond u eigenlijk van de carpaccio of de appelpunt? Dus probeer met oprechte interesse erachter te komen of men terugkomt of niet. Dat is eigenlijk punt 1. Punt 2, als men een klacht heeft, wat maakt dan dat men terugkomt ondanks de klacht? Zeg je gewoon van, mogen wij het nog eens een keertje overdoen? Geeft u ons een tweede kans? Dan kom ik graag nog een keer, dan wil ik graag een keer laten zien dat we echt goed zijn. Of je zegt tegen een gast waar iets fout is gegaan, mogen we u als u terugkomt het dessert aanbieden? Dan weet je in ieder geval, de gast komt terug. Dus terugkomen is voor mij het allerbelangrijkste criterium. Nou, dan in positieve zin, dit is als er iets misgaat, wat doe je dan in positieve zin om te maken dat iemand terugkomt? De kern is, doe iets meer dan wat iemand verwacht. En dat betekent, als het gaat om vriendelijkheid, welkom heten, een gesprekje aanknopen, heb ook eens interesse in de man of vrouw achter de gast. Waar komen ze nu vandaan? Waar zijn ze net geweest? Waar gaan ze vanmiddag nog naartoe? Als je bij vrienden en kennissen bent, stel je ook hele andere vragen dan heeft het u gesmaakt. En ik denk dus dat we terug moeten naar echt, naar puur, naar natuur, naar oprechte interesse. Ook daar dus weer beter dan verwacht. En als het gaat om trouwe gasten die vaker komen, doe eens een keer een kleinigheidje, doe eens wat extra's voor ze, opdat ze terugkomen. Dat is eigenlijk de kern. Nou vertelde u over de wet van Snuff en dat klinkt heel ingewikkeld, maar is het eigenlijk niet, hè? Nee, dat is een hele eenvoudige wet, de wet van Snuff. Snuff is onze hond. En mijn stelling is eigenlijk dat de hond is degene thuis die altijd vrolijk is. En de hond is ook degene die het meest wordt aangehaald in de hele familie. En waarschijnlijk zit daar een verband tussen het feit dat hij altijd vrolijk is en dat hij de hele dag wordt aangehaald. En wat ik met de wet van Snuff wil duidelijk maken is, alles wat je geeft krijg je terug. Dus probeer je begrip te hebben voor een lastige gast, dan krijg je plotseling begrip terug. Ga je de gast verwijten dat hij het niet snapt, gaat hij jou verwijten dat jij het niet snapt. We weten het wel, maar we staan er niet altijd bij stil dat die wet van Snuff ook met name in de horeca en met gasten overal opgaat. Maarten Wessels, een van de trainers van de Liptonhuis Terras Academy. Vandaag twee presentaties gegeven. Wil je ons voor de microfoon en voor de camera even vertellen wat voor tips je hebt om ondernemers meer geld te laten verdienen op het terras? Ja, nou ja, wat je ziet is dat binnen het terras ongelooflijk veel kansen liggen. En onze overtuiging is dat die kansen heel erg liggen op het gebied van snappen waar de gast voor komt. Die komt niet voor een hapje en een drankje, maar veel meer voor de sfeer, de gezelligheid, alles wat je biedt aan de ambiance op het terras. En als je dat snapt, dan blijft een gast ook veel langer zitten dan dat hij alleen maar snel dat biertje komt drinken of dat hapje komt eten. Dus tip 1 is, de gast verwacht meer dan dat je denkt en veel meer in de rand gebeuren dan echt puur het eten en drinken. 2, mensen die in de horeca werken doen heel veel aannames. Dus die kijken iemand aan en op basis daarvan beslissen of die wijn of bier gaat drinken. En juist het doen van die aannames, dat is eigenlijk een killer. Omdat je dan stopt met vragen wat iemand echt wil drinken. Dan heb je iemand die Prosecco wil al ingeschat Prosecco. Terwijl die het liefst een fles moet een Chandon zou willen drinken. Maar ja, dat vraag je niet. Dus ja, je verkoopt die fles ook niet. Wat je ook ziet is dat mensen echt wel bereid zijn meer geld uit te geven dan dat jij denkt. Alleen ook daar komt weer de durven vragen stelling uit. Ja, weet je, misschien is wel de allerbelangrijkste tip dat je gewoon met heel veel plezier moet werken op het terras. Want als je geniet van je werk, dan merken de gasten dat ook. En dan heb je gewoon een top terras, daar ben ik echt van overtuigd.
Robert Voer van Pitch PR, vandaag een presentatie gegeven over onder andere het gebruik van social media. Waarom moet elke horecaondernemer aan de social media? Ik denk dat we nu echt kunnen zeggen dat het geen hype meer is. Het is gewoon heel belangrijk om te communiceren, zeker in Nederland, via social media. Wat niet iedereen weet is, we zijn echt wereldkampioen social media. Nederland staat voorop in het gebruik van Twitter, Facebook, noem maar op. Bestaat er weer een tijdje. Volgens mij bestaat Twitter nu al 6 jaar, opgericht in 2006. Ja, dat is gewoon een hele belangrijke manier om met je gasten te communiceren. Omdat het namelijk tweerichtingsverkeer is. Het is anders dan advertentie, het is anders dan een website. Maar je kunt echt in contact komen en blijven met nieuwe, maar ook met potentiële gasten. Ja, je noemde al eventjes tweerichtingsverkeer. Dat was ook een van de dingen die je aangaf in de presentatie. Heb je wat concrete tips? Nou, wat je ziet is dat horecaondernemers in het begin wel eens fouten maken door alleen maar te zenden. Dus ze zijn natuurlijk gewend en ze zijn natuurlijk trots op hun bedrijf. Ze willen vertellen over wat er te halen is, wat er te koop is, wat voor aanbiedingen ze hebben. Maar het is juist belangrijker om in het begin gewoon te reageren en een goed netwerk op te bouwen. En mensen te bedanken. Als mensen de moeite nemen, ook via internet, om iets te vertellen. Mag ook een keer negatief zijn of positief over jouw bedrijf. Bedank ze even, zeg dat je wat mee gaat doen en ga er ook mee aan de slag. En dan zul je merken dat je automatisch een steeds breder en ook leuker netwerk gaat krijgen. Stel dat iemand nog helemaal niets doet en na vandaag zegt, god, wat een prachtige presentatie, ik ga beginnen. Welke social media als eerste en welke eventueel als tweede? Nou, het belangrijkste is dat je gewoon jezelf even goed realiseert van wat is mijn doelgroep? Klinkt heel logisch, maar dat je even gaat verdiepen, dat kan via Google, van welk medium gebruikt mijn doelgroep? Zit je in de stad? Werk je veel voor studenten? Zou je Facebook kunnen gaan doen? Zit je ergens anders? Moet je misschien meer aan Twitter denken? Maar eerst even een kort onderzoekje. Welke leeftijd? Werk je echt met heb je een discotheek? Is Hives misschien prima? Hives is een uitstekend medium, wordt veel door jongeren gebruikt, dus goed nadenken. En een ander advies is, doe niet 16 dingen een beetje, maar doe 2 of 3 dingen heel goed. En dan zul je merken dat het ook steeds leuker gaat worden. Erik Roest, directeur van Satelliet. Vandaag een van de sprekers tijdens het Miras 2.0 event. Dat ging over trends. Vertel. Ja, het ging over trends, maar niet alleen bij trends. Want wij kunnen de trend niet echt loszien van functionaliteit en van uitstraling en van rendement. Zo hebben wij eigenlijk ook de trends ingestoken en onze trendlezing eigenlijk ingestoken onder de titel Create Your Own Future. En future staat voor functionaliteit, trend, uitstraling en rendement. Als je die mix van die 4 factoren meeneemt, dan zit je eigenlijk helemaal goed. Zeker voor de ondernemer die dag in dag uit toch zijn werk moet doen op het terras. En kun je die termen, begrippen iets nader specificeren? Ja, we hebben wel een nadrukkelijke inhoud gegeven aan het begrip trend. Dus trend hebben we groen onder andere. Trend hebben we digitaal. Trend hebben we eigenlijk ook nostalgie. Dus daar hebben we wel wat meer aandacht aan gegeven. En de andere zaken, die kwamen zelfs ook een beetje in het nauw. Mensen gingen ook uitvoerig met elkaar in discussie, wilden met elkaar in discussie. Om te zeggen van ja, luister, aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat digitale, was een hot issue eigenlijk vandaag. De mogelijkheden van je iPad, de mogelijkheden van applicaties, van apps zoals daar zijn waar mensen onderling met elkaar over horeca praten, over de kwaliteit van horeca en gegevens uitwisselen. Maar dat dan eigenlijk toch ook een beetje in discussie van waar blijft dan het menselijke aspect. Die discussie die hebben we vrij, ja, die was wel leuk. Die hebben we eigenlijk wel laten gebeuren. En daarnaast heb je natuurlijk wel functionaliteit. Het moet wel werken. Uitstraling, het moet smoelen. Mensen moeten wel op de een of andere manier naar jou toe getrokken worden. En aan de andere kant rendement. Je moet uiteindelijk, het moet werken, maar het moet ook geld opleveren. Laten we vanuit gaan dat alles behalve trends in orde is. Als u dan toch probeert om te kijken naar die trends, is er dan iets zichtbaar? Is er dan een lijn zichtbaar? Zijn er dan dingen die misschien in 2012 of juist deze zomer hot zijn? Ja, ik denk dat de trend eigenlijk op dit moment is dat als je dat afmeet aan de discussie in de zaal, dat je de trend af moet meten aan het feit dat mensen toch wel stoeien met van hoe ver zal ik gaan? Zal ik mijn menu op mijn iPad presenteren? En krijg ik dan inderdaad verdieping en krijg ik dan beter advies naar mijn klanten toe? Kan ik hem meer informatie geven? Komt hij dieper zeg maar in mijn wereld? Of is dat juist afstand creëren? Afstand creëren ten opzichte van degene, de gastheer, die als ober
actief is op een terras of in een restaurant. En dat is toch wel, denk ik, op dit moment, daar is ook geen uitslag in. En dat hoeft ook niet, want daarvoor is het ook gewoon een meeting waarin dat je met elkaar meningen deelt. En die neem je mee naar huis, die deel je nog een keer met je personeel. En dan hoop ik dat er van alle dingen die langsgekomen zijn, dat er een enkel ding dus overblijft. En dat men inderdaad in de discussie zorgt voor binding en vooruitgang. René IJsink, commercieel directeur van IJsink Afrekensystemen. U heeft vandaag een presentatie gegeven over kassasystemen. Kunt u mij vertellen waarom het zo belangrijk is voor een ondernemer om goed te investeren in een kassasysteem? Het is belangrijk voor een ondernemer om te investeren in een goed afrekensysteem. Om de processen en de logistieke processen en de infrastructuren in zijn locatie, bar, keuken op de orde te krijgen. En daardoor juist de gast meer aandacht te kunnen geven. Dus bijvoorbeeld MyOrder. Een mobiele bestel- en betaalapplicatie is zo'n mogelijkheid waarin de gast zelf zijn eigen bestelling kan doen. Hij zoekt nu op GPS-basis in het gebied Breda welke locaties doen hier aan mee. Ik ga bijvoorbeeld naar de locatie Smaak en ik zit daar op het terras en ik ga nu mijn eigen drankje bestellen. Ik ga naar de drankkaart, dus de klant vindt het hip, vindt het fijn, kan zijn eigen ding doen en kan hier zijn bestelling mee plaatsen. Bestelt een Sisi en zegt oké, die wil ik toevoegen. Die wil ik gaan bestellen. Op welke tafel zit ik? Ik vul mijn tafelnummer in. Ik zeg tafelnummer 23. En ik zeg bestellen en betalen. Op dit moment wordt er betaald via Minitix, een virtuele portemonnee. Ik heb mijn bestelling geplaatst. Bij de bar komt nu het bonnetje eruit dat ik een Zizi besteld heb voor tafelnummer 23. Dat is een mogelijkheid, zeg maar, van het nieuwe werken op een terras. Andere mogelijkheden die we bieden zijn onze handterminals, waarmee we alle processen in een horecaomgeving kunnen bestieren. Door middel van SMS T9 kunnen wij bestellingen opnemen en die kunnen op basis van de routing bij de bar eruit komen. Bijvoorbeeld als ik een biertje, een kop koffie, een cola en een cola light heb aangeslagen, gaat die automatisch het routeren naar de koelingen. Dus eerst de flesjes, dan de flesjes light, de kop koffie, want die moet warm geschonken worden. En als laatste het biertje met een goede schuimkraag, zodat alles netjes heet en met een goede schuimkraag geserveerd wordt op tafel. Dus alle processen in die bar kloppen. In plaats van dat ik, als het niet gesorteerd is, eerst het biertje ga pakken, dan de koffie, dan het flesje. Nee, alles komt de logistiek uit. Dat geldt ook voor de keuken. Dus kunnen we het goed managen? Werkt de klant met een goed kassasysteem? Kan hij zien hoe de bezetting is van de tafels? Welke tafel is wel of niet goed bediend? Welke tafel staat al langer dan 10 minuten te wachten? Dus al je processen, logistiek, kun je in die kassa indelen. Het is dus echt een communicatiesysteem, niet alleen een opnamesysteem. Je kunt een gast er op de juiste manier mee bedienen.